is het vandaag bevallen met het hete weer? Ja, eigenlijk goed. Ja, het is goed te doen. Pet op, natte doek. Ja. En op zijn tijd wat eten en drinken. Helemaal prima. Ja. Het is niet benauwd. Het is af en toe een heerlijk windje. Het is fijn om te wandelen. We hebben ook wel eens ooit inderdaad veel regenweer en dergelijke gehad. Maar ook jaren dat het veel benauwder was. Vorig jaar vond ik het ook heel benauwd. Ik vind het nu wat minder benauwd. Maar het is wisselend. Het is gewoon, je kunt het niet verzetten, hè, want het is altijd in hetzelfde weekend. En je hebt gewoon te dealen met het weer dat dan is. Als je tenminste gaat lopen. We zijn naar huis gegaan. Als het regent, prettiger of warm weer? Dat vind ik eigenlijk een heel moeilijke vraag, want ik hou van wandelen in de regen. Dus voor mij vind ik dat niet erg. Maar heel veel andere mensen vinden regen wel heel erg. Mij maakt het niks uit. Ik vind allebei fijn. Maar voor de sfeer, met warm weer, is er toch wel, ja, dan is er wel meer schwoem, zal ik maar zeggen. Mensen ook meer langs de weg, overal waar je komt, dan is het wel gezelliger. Mensen zijn blijer natuurlijk. Ja, dat wel. Ja. Eerst de paarden en dan wij pas. Nee, ik denk de 28e keer. Ja, vooral de zwaardere paarden, die hebben er iets meer last van. De luxe, de vriezer en zo, hebben er iets minder last van. De iets zware paarden, ja, die moeten ook hun eigen gewicht meenemen. Hè. En, maar ze zijn allemaal een beetje goed getraind en dan lukt het wel. Hè. Dat is geen probleem. Dat, nee, dat kan niet. En dan gaat hij weer. Natuurlijk, dat moet jij nou. Ja, maar er zijn meer mooie, die is ook mooi. Het gaat nog hartstikke top. Waar gaat het naartoe? Wat zijn die deze? Voor de krakers worden die eerst weer ingepakt. Ik zag net dat ik thuis ben. Jappie,